tof dat je kijkt op deze video. Mijn naam is Wesley van FIFBoy1999 en weer de Feyenoord Carrière Mode. We gaan gelijk beginnen. De Europa League wedstrijd, de vijfde Europa League wedstrijd. Moeten we het winst af kunnen sluiten, dan zijn we door naar de volgende ronde van de Europa League. En dat zou erg mooi zijn voor de club Feyenoord. We zien het met het eerste elftal en we gaan zien wat dat gaat worden. Gaan we winnen van PAOK of PAOK? Ik spreek het altijd verkeerd uit, maar we gaan het zien. Hier zien we de stand. Wij staan 7 punten, hun op 8. Als we winnen, zal het goed zijn in de laatste wedstrijd tegen die ploeg die nog 0 punten heeft. Dus die moeten makkelijk doorkomen. En we gaan beginnen aan de wedstrijd. En hun krijgen de eerste kans na 2 minuten. Maar wij zitten er hier goed tussen met Hafstoorn. Staan in weer verkeerde paas. We zijn de eerste minuten wat slordig. Dat viel mij gelijk al op. En hier weer de tweede kans. Wij werken weg. Weer slordig weggewerkt. Komen hun er weer aan. Wernblom, Kaudri. En het schot dan voor hun. Ja, die komt erin. De redding van Bijlo. Goede redding van Justin. En de hoekschop is voor PAOK. Kopbal weggekopt. Goed gedaan. Bal is wel voor hun. Met Biese Zwaar. Wordt voorgegeven. En weggekopt. Goed gedaan van de Heide. En dan mag Sinisterre de aanval in. Aanval voor ons nu van Persie. Koopmeiners raakt de bal kwijt. Bal weer voor de tegenpartij. Koopmeiners slordig. Wij zitten er wel weer goed tussen. Haps. Toornstra. Van Persie de bal weer kwijt. Weer de kans voor de tegenpartij. Wordt hier onderuit gehaald door Van der Heijden. Mag doorgespeeld worden. Matos moet hem voorgeven. Gebeurt ook in handen van Justin Bijlo. En dan kan Feyenoord weer de opbouw gaan doen. Ja, Van Heijden ondertussen geel gekregen heeft. En de tegenpartij hier weer de aanval gaat zoeken. Wij nog niet erg dicht bij het doel geweest. En nu misschien dan met Sinisterra. Richting Koopmeiners. Koopmeiners naar Larsson. Larsson, Jurgensen. Geeft van Persie, Sinisterra. Kan hij wat doen? Sinisterra geeft ervoor, maar het was buitenspel. En wij gaan nog een kans krijgen. Hier van Persie. Van Persie richting Sinisterra weer. Sinisterra, Toornstra. Sinisterra. En het is 0-1. Sinisterra scoort de 1-0 voor ons in deze Europa League wedstrijd. Zijn tweede in de Europa League. En de 1-0 in deze wedstrijd van Luis Sinisterra. Van Persie. Ondertussen is het na de 30ste minuut. Koopmeiners van Persie wordt niet bereikt. Bal is voor de tegenpartij. En hun kunnen misschien de aanval in. Dat gaat ook gebeuren. Henk Rik komt het hapste goed tussen. Ja, wel de ingooi. Voor de tegenpartij. Ondertussen de hoekschop hier. Er was geen kans gekomen met de ingooi. Dus wij mochten daar verderop in de 41 minuut de hoekschop nemen. Van Persie. Botteguin. Hij dan naast van Botteguin. Botteguin is een soort aanvaller daar liep. Doeltrap nu voor PAOK. Van der Heijden. Kopt hem richting Van Persie. Nee. Toch nog Feyenoord. Koopmeiners. Jurgensen naar Sinisterra. Sinisterra. Kan er nog wat gebeuren? De laatste minuut van de tweede helft. Schot van Sinisterra. En de kopbal van Van Persie is de 2-0. We staan 2-0 voor rust. Robin van Persie. En ik zal je vertellen. In de tweede helft gebeurt er nauwelijks of niks meer. Dus ik heb de tweede helft niet eens opgenomen. Hier in de 90ste minuut pas. In de tweede helft gebeurde er bijna niks meer. Deze kans dan nog, maar dat is ook niks geworden. Dat betekent dus dat deze wedstrijd al vroeg afgelopen was. Want in de tweede helft gebeurde al vrij weinig niks meer. Die twee goals in de eerste helft waren het belangrijkste wat er gebeurde in de hele wedstrijd. Het waren Sinisterra en Van Persie die belangrijk waren. En nu gaan we op weg naar de topper in de Eredivisie. Feyenoord PSV. Deze wedstrijd is dus 0-2 geëindigd. Goede zaken voor in de Europa League. We zijn dus tot nu toe volgens mij gewoon door. Volgende wedstrijd moeten we ook zien te winnen, maar dat gaat wel gebeuren hoor. Wees maar niet bang. En de wedstrijd nu tegen PSV. Hier zie je hem eens even. Koopmeiners bedankt dat je zo vaak mag spelen. En hier zien we de weg naar die wedstrijd tegen PSV. Je jeugdteam waar ik er eentje weer ga toevoegen. Frank Bakker die ik toevoeg. Die andere is nog. Nog te weinig algemeen vind ik. Die andere 51 kan ik trainen en wordt dan beter. 8 dagen Kenneth Vermeer geblesseerd. Die gebruikte ik toch al niet. Die gaat toch naar Gent toe begin transferperiode. Dylan Vent wil de volgende wedstrijd spelen. En dat gun ik hem ook wel. Van Persie was uitgeput. Dus ik heb Dylan Vent eruit gehaald.
Kijk, ja, Dillefant erin gezet en Robin van Persie eruit gehaald. En ja, of dat goed uitpakt, je gaat het zien. En hier zie je mij even Vermeer eruit halen, anders, ja, dat moet wel, dus er komt uit Den Hoven te staan. En dan gaan we richting de wedstrijd, de klassieker. Feyenoord PSV in de Kuip. En na 3 minuten komt PSV met zijn eerste kans. PSV geeft hem voor. Bij Lozano komt helemaal niet bij Lozano aan. Gaat helemaal over de achterlijn in een doeltrap. Bij Malen. Malen, wij zitten goed tussen hier weer. Toornstra. Toornstra geeft de bal op Larsson. Larsson moet de bal geven. Doet het ook op Koopmeiners. Koopmeiners met schot en de redding van Zoet. Na een kwartier spelen, bijna de 1-0. Hoekschop voor ons. Toornstra en Larsson. Larsson naar Botteguin. Komt de bal niet aan. Zoet komt goed uit. Haps. Vente op Sint-Just komt de bal ook niet aan. Toornstra. Sinisterra. Sint-Just. Vente. Jurgensen. Jurgensen kan de bal helemaal niet bij Sinisterra terecht. Dus de kans voorbij. En wij zitten er tussen. Koopmeiners. Nee. Larsson ook niet. Dus het Dumfries en Lozano. Guerrero, Lozano, Hendricks, Lozano. PSV in de aanval met Guerrero en Romero en Gutierrez. Romero en naast geschoten. 36e minuut. Sinisterra. Vente. Op Koopmeiners. Koopmeiners op Jurgensen. En het schot van Jurgensen. En het is 1-0 voor Feyenoord in de topper. Nicolai Jurgensen maakt de goal. Nu horen de goaltunnel klinkt door de Kuip. Weer de goaltunnel erbij. En het is 1-0 voor Feyenoord. En de eerste helft zit er dan zowat een beetje op. Intussen zijn we hier alweer begonnen aan de tweede helft. Larsson, Jurgensen. Feyenoord misschien nog op weg naar de 2-0. Sinisterra en Sint-Just. Sint-Just moet hem voorgeven. Dat gebeurt hier uiteindelijk wel. Larsson. En de bal is weg. En PSV er weer uit. Hier gaat PSV in de 58e minuut. Met Malen. Malen naar Viergever. Viergever naar Malen terug. Viergever weer. Viergever moet hem voorgeven. Doet het niet. Wij moeten er goed tussen gaan zitten nu. Gebeurt het ook. Malen, Gutierrez. Malen. En de bal is weg. Nee, de bal is niet weg. Malen in het schot en die gaat heel slap en verkeerd geschoten. Koopmeiners gaat eruit en Leroy Fer komt voor hem binnen de lijnen. In de 63e minuut dus Fer weer in de wedstrijd. 64e minuut nu de kans voor ons weer. Toornstra, Jurgensen, Sinisterra. Sinisterra komt de bal voor. Sinisterra geeft hem voor. Richting Larsson komt hij helemaal niet aan. En zo is de ingooi en de kans voorbij. Fer, Toornstra, Jurgensen, Toornstra, Leroy Fer en deze bal gaat ver weg. En in de 79e minuut PSV weer met Malen en wij hebben de bal Bijlo, die doet het een beetje gevaarlijk. Dus de bal is voor PSV en het schot gaat naast. En wij krijgen nog geel met Jurgensen, Dylan Vente gaat eruit en Ayoub komt er nog in. Ik vind er niet zo'n goede wedstrijd gespeeld. Ik heb niet zo vaak gezien. Maar wij komen hier nog de laatste minuten van de wedstrijd nog. Een kans en er wordt onderuit gehaald. En er komt er nog een vrije trap aan op een hele mooie plek. En dan komt er nog een kaart aan bij PSV. Volgens mij niet. Maar het is wel de 1-0 nog. Maar kan het veranderd worden. Gaan we met Toornstra nemen. Ik kan nog geel aan voor Sainsburg trouwens. Ik had het verkeerd gedaan. Ik wou Hapsen nemen. Ik wou Ayoub nemen. Maar ging weer terug naar Toornstra. Uiteindelijk lukt hem hier wel om Ayoub neer te zetten. Kan Ayoub wat doen? En deze bal gaat over en de wedstrijd is voorbij. We winnen met 1-0 de topper in de Eredivisie. Feyenoord PSV 1-0. En hier ziet het publiek is uitzien aan de spelers. Fer en Van der Heijden die ook aan heel zijn aanvoerder. Van der Heijden die wat bezig speelt in deze wedstrijd. Larsson helpt zijn medespeler over. De tegenspeler over de eind van de wedstrijd afgelopen. Morgen weer een nieuwe carrière mode met Feyenoord. Ik zou zeggen, abonneer je niet gedaan hebt. Bedankt voor het kijken. En later.